Die is lekker in zee geweest. En ze zijn vandaag nou 2 keer uit geweest. Hallo, goedemiddag. Oh nee, nog niet. We zijn nog net op de ochtend. Het is 11:53 uur, dus goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer dinsdag 23 maart. Het gaat hard, die tijd. Ja, wat blijft de tijd? Ik zit nou te wachten op mijn begeleidster. Karin genaamd, alleen nog met een K, niet met een C zoals mijn Karin, mijn dochter. En vanmiddag om 3 uur moet ik bij de huisarts zijn, ook dat nog. Ja, dus ik moet op tijd weg. Want ik heb langer rijden dan normaal, omdat ik langzamer rij. En ik moet de hobbels en de kuilen een beetje zien te vermijden, ook dat allemaal nog. Want het wil niet, hè. Nee, het wil gewoon niet. Dus, nou, en dan, als ik dan weer terugkom, dan hoor ik nu natuurlijk wel hoe is en de wat is het. De hondjes kan ik ook nou niet uitlaten. Ik hoop dat mijn begeleidster dat wil doen, of dat Mario en Marianne weer komen. Ik merk het wel, ik heb wel al met ze gesproken, met Marianne en met Mario, maar dat was ook maar eventjes. Maar dat komt allemaal wel goed. En ik heb de tuin, dus ja, voorlopig moet ik het maar roeien met de riemen die ik heb. Ja, en anders gaat het niet. Simpel. En wat doen we? Malle meisjes. He? Daar komt ze al aan. Dus ja, lieve vrienden. Nou, dat wil ook niet. Ik zeg dat straks. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer geruime tijd thuis hoor. Ja, en Marianne en Mario die kijken hun ogen morgen uit. Want ik ga ze verwennen via een ander. Ik laat het mooi bezorgen. Door de bloemist uiteraard. Ik heb 2 hele mooie orchideeën gekocht. Prachtig mooi. En die krijgen ze cadeau van mij. Omdat ik hun dankbaar ben dat hun voor mij de hondjes uitlaat. En het zal nog langer duren ook. Want ik ben vandaag dus, zoals jullie allicht al weten, bij de huisarts geweest. En wat blijkt, mijn spieren zijn gekneusd en 1 rib is gekneusd. En dat is net de rib die aan mijn rib weer vast verbonden is, weet ik veel hoe je dat noemt. Die ooit vroeger in het verre verleden gebroken is geweest. Ja, nou dan weet je wat voor helse pijn ik dus heb. Niet leuk. Nee, want die kast gaf niet mee, die was helaas niet voor rubber. Nee. Maar ja, ik wou jullie dat nog wel even mededelen, maar ik heb de hele middag eigenlijk een beetje druk. Oké, ik heb haast niks gedaan, want ik wou bijkomen. Ik heb 1 spelletje, zowel op mijn mobiel, zowel op de computer. Dan denk je bij jezelf, ja, wat moet je er met 2? Nou, ik vind het gewoon leuk. Hè, Township heet dat, hartstikke leuk. Enkel, ik kan het niet zodanig voor elkaar krijgen dat het 1 geheel is, dat het hetzelfde is dan dat ik net zo ver heen ben als op mijn mobiel, kan ik niet op een computer voor elkaar krijgen. Nee, want het is wel via Facebook, maar ik, waarom, hoe en wat, ik snap er helemaal niks van. Ik krijg dus nu, na Proxen, mag ik gewoon in blijven nemen. De paracetamol, mocht ik er 2 van die nemen, verdwijnt er 1. Dan krijg ik er een andere tabletten voor in de plaats. Dat moet nog bezorgd worden. Nu nog. Ja, nu nog. Dat is tramadol. Dat krijg ik erbij. Dus halleluja. Ga er maar naast zitten.
Ja, nou, ik moet zo meteen nog even andere mensen bellen. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Even goede tijden, slechte tijden kijken. Het is vandaag dinsdag. Wat er verder nog op televisie komt, weet ik niet. Tjikatjikatjoek. Ja, wordt me even een beetje, allemaal een beetje te veel voor het goede. Nee, je moet de mensen wel op de hoogte houden. En vooral ook op Facebook. Dus ja. Ze moeten me nog maar even wat langer missen. Ik kan er ook niks aan doen. Ik wil mijn energie voor andere dingen behouden. Ja toch? Dacht ik ook. Dus ja, lieve vrienden. Geniet van alles wat jullie doen gaan. En ik wens jullie een hele fijne, genoeglijke avond. Die liefdevol zal wezen voor jullie. En geniet daar ook van met z'n allen. Wees lief voor een ander. Wees lief voor jezelf. Wees lief voor je naaste. Wees lief voor iedereen. En die grote dame daar ook. Hij wil niet wat ik wil. Nee. Die grote. Die is lekker in zee geweest. En ze zijn vandaag nou 2 keer uit geweest. Ja. Ook mijn begeleidster Karin, met een K, die is wezen lopen. Nou, en Mario en Marianne dus weer, dus heerlijk. Even met het knappe weer, ja het is nou weer grijs, grauw en triest. En het is weer koud, dat ik ga ook mijn vestuur aandoen en mijn privékantje even aandoen, want ik heb echt steenkoude voeten ook. Dat doe ik mijn privékantje. Dat is dat apparaatje, deze, met het oranje. Dat is mijn privékacheltje. Ik hoop dat jullie me hebben kunnen zien. Want ik kan nou helaas niet bukken, dus het moet allemaal op een andere manier. Ik heb de kachel gewoon wel aan, maar het is gewoon kil in huis. Dan staat er 22,5, maar het is echt kil. Maar ja, als die tuindeur ook iedere keer open gaat, dan krijg je wel de kou binnen en de warmte gaat eruit. Dus ja. Maar het maakt niet uit. We gaan gewoon door met die banaankandel. Die zit zagen te wassen. En de dames leggen zo goed als lekker te slapen. En ik ga verder. Ik ga door. Dan moeten we weer een vlog in elkaar. En dan kan die weer naar YouTube. En dan gaan we maar met die banaan. En ik had kriebeltjes in schil met rozemarijn uit de vriezer gehad. Maar dat eet ik morgen wel. Want ik heb helemaal geen zin. Ik eet brood. Dus nog met een gebakken eitje. Ja, toch? Ja. En een beker kuppa soep. Lekker. Ik heb helemaal geen zin. Nee. Maar oké. Komt goed allemaal, lieve vrienden. Geniet. En ik vergeet jullie echt niet. Nee hoor, doen we niet. Ik vergeet jullie niet. Nou, doei.